Dames en heren, ik wil het vandaag hebben over Ada Potter en Elise Junius en met name bespreken in hoeverre zij in de schaduw stonden van Cornelis Winkler. De meeste van jullie zullen Cornelis Winkler wel kennen. Hij was de eerste hoogleraar in de psychiatrie en neurologie in Utrecht in 1895. In 1893 kreeg hij een leerstoel. Hij was al lector sinds 1885. U ziet hier op deze foto, genomen in 1910 is dat, meen ik. In Utrecht in de twintiger jaren, in de vroege twintiger jaren van de 20e eeuw. En dan ziet u binnen die cirkel ziet u twee vrouwen. De rechter is Ada Potter, de linker is Elise Junius. En rechts ziet u nog een aantal andere personen, waaronder Cornelis Winkler. Die zit daar zo met zijn armen over elkaar in het midden. Ik wil eerst nog even iets meer over Winkler. Dus ik ga dus kijken in hoeverre deze twee dames in de schaduw van Winkler hebben gestaan. En waarom is Winkler interessant? Omdat hij een bijzondere mening had in deze periode al over vrouwen en de geneeskunde. Hij schreef ooit: geen vrouw kan dokter wezen in de volle omgang van het woord. En hij kwam op een gegeven moment, dat was eigenlijk begonnen als een soort grap, een discussie die bij hem thuis tijdens een diner was geweest. Ze kwamen ongeveer tegelijkertijd, werden ze hoogleraar in Amsterdam in 1895. Toen liep dat uit in een debat, een officieel debat gehouden in Rotterdam. Er is ook een boekje over uitgegeven met een aantal discussies nog daarna. En daar hebben ze ook zeg maar hun mening in gegeven. En uiteindelijk stonden die twee tegenover elkaar. Daar kom ik straks nog eens even op terug. Maar hij had dus een bijzondere mening over vrouwen. En dat is wel nuttig om te weten als we het over Ada Potter en Elise Junius gaan hebben. Ik begin met Ada Potter en haar microscopisch anatomische atlassen. Winkler schreef in zijn herinneringen over mejuffrouw A. Potter dat ze zich verklaarde tekeningen te vervaardigen. Dat hebben we het over de jaren na haar artsexamen rond 1910. En zodoende kwamen wij ertoe een atlas te ontwerpen en frontale serie doorsneden van de hersenen van een konijn te maken. Dankzij haar grote nauwkeurigheid en objectiviteit waarmee de doorsneden in tekening werden gebracht, konden ze uiteindelijk deze atlas uitgeven als proefschrift onder de titel An Anatomical Guide to the Experimental Researches of the Rabbit's Brain. Brouwer die schreef ook wat over Potter. In 1941, toen Winkler overleed, schreef hij: mejuffrouw Ada Potter stelde de atlassen samen over de microscopische anatomie van het konijn en de kat, welke ook heden nog in tal van instituten als gids voor het proefondervindelijk werk gebruikt worden. En dit is een plaatje van nog eigenlijk uit de Utrechtse tijd. Dus ook de Amsterdamse tijd. Daarnet had ik het een plaatje was Utrechtse tijd, begin jaren 20. Dit is ongeveer 1910. Dan zit hij in Amsterdam en is hij daar al een jaar of 10 aan de gang. 10, 15. En dan zien we daar Winkler en hier zien we Ada Potter. Hele jonge Brouwer en de anderen zijn ook bijna allemaal neurologen of neurologen of zenuwartsen in opleiding en een amanuensis. Wie was Ada Potter en welke bijdrage heeft ze geleverd aan de neurowetenschappen? Nou, eerst maar eens even iets biografisch. Ze werd geboren op Oost-Java in Wonolanga. Wonolanga was een suikercomplex, zeg maar, met een fabriek. Zij zijn van Engelse afkomst. Haar vader was onderwijzer in dat gebied. En ze had drie broers en een zus. Ze deed artsexamen in Amsterdam en werd uiteindelijk aangenomen als klinische assistente op het neurologisch lab van de Universiteit van Amsterdam. In 1911 promoveerde ze op die eerste atlas van het konijn. En je kunt dan in de krant ook zien dat ze zich vestigt als zenuwarts in de PC Hoofdstraat, daar dat middelste huis wat je daar ziet op die plaatjes. Ze had diverse functies, bestuurlijke functies op maatschappelijk gebied. En hier hebben we een stamboom. Het heeft, omdat Ada Potter ongehuwd is gebleven en geen kinderen had, heeft me dat meer dan een jaar gekost om familie van haar te vinden. Maar uiteindelijk vond ik deze vrouw, die was toen al ver in de 80,
na lang zoeken heb ik het telefoonnummer gevonden, heb ik haar aan de lijn gevonden. Maar die allerjongste, Aster, die is gynaecoloog, inmiddels ook met pensioen. En die zij en haar moeder hebben me geholpen om deze stamboom, die ik al grotendeels had, verder aan te vullen. We zien dus Ada Potter daar helemaal rechtsboven, ongehuwd. Mensen die een belangrijke rol speelden in haar leven waren haar twee nichten, Kathleen en Jolande. Daar komen we straks nog op terug. Ada Potter verhuisde in 1915 samen met Winkeler naar Utrecht. Winkeler is begonnen in Utrecht. Omdat hij geen kliniek kreeg, is hij naar Amsterdam. Heeft hij eigenlijk zijn functie daar opgezegd in 1895. Maar kreeg alweer snel een aanstelling in Amsterdam als hoogleraar. Komen ze ook nog op terug. Maar toen in 1915... zijn voorganger weer stierf plotseling. Toen was er ineens wel een hele mooie kliniek in Utrecht. En daar wilde hij toch weer graag naar terug. Dus toen is hij weer naar Utrecht gegaan. Ada Potter ging met hem mee. Ze kreeg onder andere de titel conservator op de afdeling psychiatrie. Tevens belast met de diensten van assistent. Ze deed onderzoek in die tijd ook. Behalve bij Winkeler bleef ze natuurlijk werken om die microscopisch onderzoek te doen en tekeningen te maken, maar ze deed ook onderzoek naar het kropgezwel in relatie met het drinkwater. Zij was actief in de vrouwenbeweging, dus in 1919 maakte ze een lange reis naar New York, op de Amsterdam, samen met Ada Potter. En nam ze deel aan een aantal congressen waarbij met name gesproken werd over de Eerste Wereldoorlog en de effecten daarvan en wat vrouwen daaraan zouden moeten doen. Maar ook over andere vrouwenzaken. En hier zien we het schip. En het werd in verschillende kranten werd het verslagen, haar reis en het interview wat ze daar gehouden heeft tijdens die reis. Ja, dan in 1925, dan is Winkeler 70 jaar, gaat hij met emeritaat. Maar Ada Potter was nog steeds in zijn dienst. Ze had steeds maar jaarcontracten en ze mocht wel blijven bij de opvolger, bij Leendert Bouwman. Maar dan moest ze 1400 euro per jaar, gulden per jaar inleveren, dat wilde ze niet. Dat is een enorme ruil geweest, het is in het NTVG verslagen, in de kranten. En er zijn zelfs vragen in de Tweede Kamer gesteld hierover, maar uiteindelijk heeft ze toch ontslag moeten nemen. En dan komt zoals talloze keren in Nederland, komt de Rockefeller Foundation weer op de proppen. Met een Rockefeller Foundation Fellowship komt ze terecht in Iowa, in Iowa City. En wordt ze Associate Research Professor daarbij Orton. Orton was een pionier, onder andere op het gebied van de dyslexie. Dit zijn stukken die ik in Iowa gevonden heb, met haar handschrift. Dat ze een formulier moest invullen over haar achtergronden. En Winkeler schrijft dan ook op een gegeven moment in de correspondentie met Monacov. Hij heeft zijn hele leven, of in ieder geval de laatste 25 jaar, tussen 1905 en 1930 heeft hij gecorrespondeerd met Monacov in Zwitserland, in Zürich zat hij. En daar is heel veel informatie uit te halen. Onder andere over dat Ada Potter het toch eigenlijk niet zo naar haar zin had, die 2 jaar lang in Iowa City. Dat ze daar iets met honden moest doen, maar ze wist eigenlijk nog ineens wat nou het doel was. En ja, ze heeft vele onaangenaamheden, lees je dan in het Duits, heeft ze daar meegemaakt. In 1926, toen zij daar zat in Iowa City, maakte Brouwer zagen we net al op het plaatje als jonge assistent, maar toen was hij inmiddels hoogleraar neurologie in Amsterdam geworden. En maakte Brouwer op uitnodiging van de Johns Hopkins University in Baltimore, maakte hij een reis door Amerika. Hij gaf onder andere de Hurter Lectures in Baltimore, maar hij maakte een hele reis. Dit is een plaatje van de glasplaten die hier staan, van Marten ooit gehad, of te leen gehad. En kun je zien welke reis hij heeft gemaakt. Hij heeft dwars door Amerika geweest, maar hij is ook in Iowa City geweest, waar hij Ada Potter heeft bezocht. We zien hier rechts Brouwer, hier links die grote vrouw, dat is zijn vrouw, die was kinderloos. Ze waren kinderloos, maar zij was kinderarts. In het midden zien we Ada Potter en deze jonge dame links. Dat zijn we niet achtergekomen wie dat is. Maar hij heeft haar dus bezocht tijdens zijn eerste reis in de Verenigde Staten. Hij maakte er in 1933 nog een tweede.
Als ze na 2 jaar, dan is het geld op en dan reist zij verder naar Azië. Ze gaat dan weer in het kader van die vrouwenbeweging, bezoekt ze daar op Honolulu een congres. En uiteindelijk via deze steden die daar genoemd, komt ze terecht in Batavia. Is nog een tijdje werkzaam als scheepsarts, wat ik uit kranten heb kunnen halen. Ik heb dat niet uit officiële documenten kunnen halen. En uiteindelijk komt ze weer in het gebied waar zij geboren is. Ze is geboren daar bij de rechtercirkel bij Wonolange, op Oost-Java. Maar ze komt terug in een gesticht, een psychiatrisch gesticht, in de buurt van Lawang, het Soemberporong. En daar was haar, dat waren twee collega's van haar uit Utrecht, die waren daar, Van Andel, Koos van Andel was daar directeur, en zijn vrouw Olga van Andel Ripke was daar psychiater, ook, die werkte daar ook. Die is overigens later beroemd geworden als kinderpsychiater, hij heeft veel geschreven en daar vind je nog veel over terug, over Olga Ripke. Maar dat was een vriendin van daar en ook later heeft ze daar nog veel contact mee gehad toen deze twee in Franeker belanden in de jaren 30. Ada Potter werd waarnemend gouvernementsarts eerste klasse. Je zag daar net dat plaatje, dat was de Bromo. Dus dat is ook het gebied waar zij zaten. Mensen die op Java geweest zijn, zijn ongetwijfeld bij de Bromo geweest. Die vulkaan, dat is... En hier zie je ook dat zij op weg zijn naar de Bromo. We zien hier links zien we Ada Potter. Ik heb foto's vergeleken, maar dit moet Olga Ripke zijn, die vrouw daar rechts. En zij zijn daar op weg naar het Tengergebergte, waar de Bromo is. En hier nog een paar plaatjes die ik van de familie ontvangen heb. Dus ook genomen in Lawang bij Soemberporong in het begin van de jaren 30. Ada Potter neemt dan in 1931, krijgt ze eervol ontslag op eigen verzoek. Ze continueert nog wel haar activiteiten voor de vrouwenbeweging. Daar is ze wel, heeft ze ook redelijk wat over gepubliceerd. Ik heb hier een lijstje met artikelen die ik gevonden heb en activiteiten die ze heeft ondergenomen op het gebied van de vrouwenrechten. En uiteindelijk belandt ze dan in Genève. Ze is dan 55 jaar en ze gaat eigenlijk met pensioen op. Ik denk dat ze toch een redelijk zwakke gezondheid had. Dat lees je ook wel. Ik heb in de gemeentearchieven van Genève wat materiaal kunnen vinden. En daar lees je dan dat ze heeft wel redelijk wat financiële mogelijkheden om daar in Genève te settelen, zal ik maar zeggen. En daar te gaan rusten. Ze doet het ook vanwege haar gezondheid. Ik denk dat ze een zwakke gezondheid had, wat ik uit het een en het ander opmaak. Maar vanuit Genève komt ze dan kennelijk toch regelmatig nog in Nederland. En gaat ze bij haar nicht, dus dit is de dochter van haar zus, Kathleen, die is huisarts in Amsterdam. En bij die kinderen komt ze dan nog regelmatig op bezoek, bij Kate. Ik denk ook dat Ada, die was dus van Engelse afkomst, dat zijn rol heeft gespeeld met betrekking tot de Engelse teksten die ze heeft gemaakt, met die atlassen waar we zo nog op terugkomen, die zijn in het Engels geschreven. En dan vlak voor de oorlog komt ze weer naar Amsterdam. Ze verblijft dan nog enige tijd bij Brouwer, daar was ze samen assistent mee in de tijd in Amsterdam toen, in de jaren 10. Ze verblijft dan bij Brouwer aan de Herengracht. Uit die brief... correspondentie met de gemeente van Genève, lees je wel dat ze terug van plan is weer terug te gaan naar Genève. Maar door de oorlog blijft ze dan toch in Amsterdam hangen. En verblijft dan op verschillende adressen in Amsterdam bij een andere nicht, bij een zusje van die Kate, die in de oorlog in het verzet heeft gezeten. En uiteindelijk kun je haar naam ook terugvinden in Yad Vashem in Jeruzalem. En mogelijk is Ada daar ook bij betrokken geweest, want zij woonde bij deze nicht in Amsterdam. Goed, aan het einde van haar leven belandt ze dan in Amersfoort, waar meerdere familieleden in een rusthuis zitten. Ze heeft nog een tijdje bij die nicht Andy, die uit het verzet, zeg maar, heeft ze gewoond. Die had een rusthuis, een pension, in dat grote huis daar in Epe. En ze is overleden op 32-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Apeldoorn. Als je haar, het kleinkind, achterkleinkind van haar zus... Zo haar hoort beschrijven, tante Eda, ze heet eigenlijk geen Ada, maar Eda noemde ze haar altijd.
dan zijn dit de kenmerken van haar karakter. En daar komen we zo nog even terug, want het is wel aardig om dit af te zetten tegenover die Elise Junius, die dus ook in het leven van Winkler een rol speelt en daar een bijzondere interactie had. Het wetenschappelijk werk van Ada Potter. Nou, ik noemde al even Struma. In de tijd in Java heeft ze nog onderzoek gedaan naar syfilis, want toen was net die Wassermann-reactie uitgevonden. Dus die ging ze toepassen op psychiatrische patiënten. Ze heeft de Anatomical Guide for the Rabbit gemaakt. In de inleiding lees je dan dat het the fruit of nearly 3 years of assiduous labor is. Het was oorspronkelijk bedoeld gewoon voor studenten. Ze hebben er een legende aan toegevoegd. Maar uiteindelijk kregen ze het idee dat het eigenlijk wel als een boek uitgegeven kon worden. Omdat het toch wel heel waardevol was. Ik had die twee atlassen klaar liggen om mee te nemen. Ik ben ze natuurlijk vergeten. Het zijn toch wel behoorlijke boeken. Echt wel atlassen. En ja, ook bijzonder dat het is dan haar proefschrift maar, en haar boek. Maar Winkler's naam staat voorop. En dat is, daar is zij niet uniek in. En dat deze omdat, omdat zij daarop gestaan heeft, schrijft Winkler dan ergens. Ja, waarom een hersenatlas? Dat was er eigenlijk nog niet, het microscopisch hersenatlas. Er waren wel her en der verspreid in de 19e eeuw door deze mensen van die tekeningen gemaakt, maar niet zo gestructureerd als zij dat gedaan hadden. Een interessante discussie in die tijd is, ga je nou gebruik maken van fotografie of ga je het gewoon tekenen? Zij kozen voor dat laatste en daar hadden ze ook argumenten voor. In die inleiding lees je dat ook. It is to express the element of subjectivity owned to drawings, to point out cells. Die cellen worden soms ook een beetje uitgelicht. Hè? Dus je kunt door te tekenen, kun je zeg maar voor het onderwijs speciaal daar aandacht op vestigen. We took the liberty to represent them larger. To point out clearly the simple essentialities. Hè? Dus het was echt, had een speciaal doel. En dat krijg je natuurlijk niet als je een foto maakt. Er staan overigens wel een paar foto's in de voor, maar dat zijn overzichtfoto's zeg maar, van de konijnenhersenen. En als je dan die atlas doorbladert, ik geloof iets van 40 van die platen zijn, dan zie je steeds links worden de, met Weigert-preparaten wordt de vezelstructuur aangegeven en rechts de celstructuur met Weigert-Pal kleuringen. Hier een paar plaatjes. Ze maakten niet alleen maar statische plaatjes, zal ik maar zeggen. Ze gebruikten ook een dynamische, door lesies aan te brengen bij jonge dieren en ze later zeg maar af te maken. Dan kun je daardoor degeneratie volgen en kun je door verschillende coupes heen cellen of zenuwvezels volgen. Dat waren atrofie-series volgens Gooden. En volgens Marchi, de Italiaan. Een probleem wat ze hadden bij het schrijven hiervan, dat was de nomenclatuur van de neuroanatomische structuren. En uiteindelijk besloten ze die van Broodman, dat is 1909 was dat uitgekomen, een heel beroemd boek wat eigenlijk vandaag de dag nog steeds gemaakt wordt. Want daar wordt de hersencortex, dat heeft bij de mens bijvoorbeeld, en ik weet niet precies bij deze dieren, heeft dat een aantal lagen. En in ieder deel van de cortex is die structuur weer ietsje anders. En op grond van die microscopische structuur kun je de hersenschors indelen. En die indeling, dit is dan natuurlijk voor de mens, die gebruikte zij ook zeg maar voor haar, voor deze atlas, van Corbinian Brodmann, die in het Kaiser Wilhelm Instituut in die tijd zat in Berlijn. Hij heeft ook een tijdje bij Alzheimer gezeten. Nou, hier nog een paar van die plaatjes. En rechts had je dan dus altijd de uitgebreide beschrijving. Ze besloten in 1914 om nog een tweede atlas te maken voor de kat, omdat dat ook een dier was wat veel gebruikt werd in laboratoria. Het doel ziet u daar staan. Het werd gefinancierd door het Remmert Adriaan Laan Fonds. Dat was maar liefst 50.000 gulden. Kreeg Winkler. Winkler had... Remmert Adriaan Laan was een rijke industrieel uit Wormerveer. En een van die familieleden had een hersentumor, die heeft hij verzorgd. Is uiteindelijk natuurlijk toch overleden, maar ze waren hem erg dankbaar. En toen heeft hij dat bedrag gekregen voor neuroanatomisch en neurofysiologisch onderzoek. En daar heeft hij deze atlas mee gefinancierd. De kattenatlas dus. Ja, weer komt datzelfde argument aan de orde van... tekeningen of foto's.
En ze geven nu een nieuw argument by combination by focusing successively the deeper and more superficial parts of the same section. Als je die coupes waren niet altijd heel erg dun, bovendien maak je ze op zettelijk een beetje dik, want dan kon je door te focussen, kon je die vezels een beetje in de diepte ook volgen. En dat kan je natuurlijk niet met een foto. Weer hetzelfde structuur als het konijnenatlas. Paar foto's voorin en dan daarna krijg je weer de plaatjes met steeds links de vezels en rechts de cellen. Dit was een wat grotere atlas. Hier zie je nog een keer die verschillende cortexlagen met verschillende types van zenuwcellen. En iedere deel van de cortex ziet dat er weer wat anders uit. En dan krijg je dus wat we nog steeds noemen die broodman-aria's. De motorische cortex is area 4. En dat is, ja, dus area 4 volgens Broodman. Dus dat gebruiken we al ruim een eeuw, die nomenclatuur. Hier nog een plaatje uit de kattenatlas. Er zijn op verschillende plekken recensies te vinden naar deze atlas. Een van de eerste is van Samuel de Lange. Samuel de Lange die werkte toen in het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek in Amsterdam. Dat is in 1909 opengegaan. Later is hij ook nog directeur geworden van de Boerhavenkliniek in Amsterdam. En hij was vol lof eigenlijk over deze twee atlassen. En met name over de artistieke reproductie met het zogenaamde collotypie. Dat is een speciale druk. Ik heb het wel eens opgezocht, maar het is niet zo makkelijk om te onthouden. In de introductie gaan zij in op de kritiek. Die heb ik niet de oorspronkelijke kritiek terug kunnen vinden van Dollander en Nissel. Nissel is een bekende neuroanatoom waar ook een kleuring van bekend is, een vezelkleuring is dat, meen ik. En die gaven kritiek op hun konijnenatlas en met name de weergave van de thalamus. Maar zij verdedigen zich door te zeggen dat er in 1911, 1910 nog niet zoveel bekend was over de thalamus. Allemaal in de introductie. Charles Herrick, een beroemde Amerikaanse anatoom, die schreef ook een recensie over de atlas. Die was daar eigenlijk ook heel goed over te spreken. Herrick zat in Chicago en die had veel contacten met Nederlanders. Onder andere met Arius Kappers en met Brouwer, die daar ook op bezoek is geweest bij Herrick. Volgens mij had hij een heel groot artikel of misschien zelfs een boek geëdit van Arius Kappers. En is er toen brand geweest in zijn instituut. Hij heeft dat ternauwernood kunnen redden. En toen heeft hij dat hele manuscript zelf overgeschreven, heb ik ergens gelezen. Maar goed, zij waren dus ook positief over dit boek. Je vindt dat door de jaren heen nog steeds verwijzingen daarna, tot in de jaren 80 toe. Door bekende en minder bekende. Moruzzi is een bekende natuurlijk. Vanwege het ARAS-systeem, het Reticular Arousal System. En Ted Jones, die heb ik ook nog wel gekend, die verwijst ook nog naar een boek, rather inaccurate, maar hij schrijft wel dat het in de tijd een heel populair boek was. En ook Scheck, die hebben een nieuw konijnenatlas gemaakt in 1986. En die schrijven dan van ja, het was eigenlijk gebrekkig die atlas, want het waren geen foto's. Ja, ze hebben kennelijk niet de introductie gelezen, want het was opzettelijk juist zo gekozen. Er is wel wat meer literatuur te vinden. Bijvoorbeeld die keuze van fotografie en tekeningen vind je al terug bij Louis. Jules Louis, we kenden hem nog, wat is de eponymist van de nucleus subthalamicus in de hersenen. En die heeft twee atlassen gemaakt, eigenlijk geen echte microscopische, maar die heeft eerst een atlas gemaakt met tekeningen en vervolgens later nog een atlas met fotografie. En Sarah de Rijke, dat is een hoogleraar in Leiden, die heeft daar wel eens een paar artikelen geschreven, onder andere in ons tijdschrift, over. En dan heeft ze die twee technieken vergeleken. Ze zegt, ja, tekeningen zijn natuurlijk subjectief, maar dat zijn foto's ook. Hè? Kijk maar, want je maakt beslissingen over die reproductie, over de hoek en het frame en de exposure time. En ze benoemt dan ook toch weer de voordelen van het maken van tekeningen. En de nadelen van foto's. En zelfs niemand minder dan Ramón y Cajal, de grote neurohistoloog uit Spanje, die de Nobelprijs won, samen met Golgi in 1906, waar ze nog een potje hebben staan ruzie. Althans, Golgi die maakte ruzie bij die uitreiking.
die eigenlijk de grondlegger is van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit cellen met uitlopers. Hij was amateurfotograaf, maar hij gebruikte toch bij voorkeur tekeningen ook vanwege ook weer dat je door te schroeven kun je zeg maar die vezels door een paar lagen heen volgen. Het derde project waar A. de Potter aan werkte was het plan van een humane atlas, een menselijke atlas. Dat was eigenlijk een plan van de Brain Commission. Die was opgericht begin van de 20e eeuw. Een Europees consortium met het doel om in alle grote steden zeg maar om een herseninstituut te creëren. Daarom is ook in Nederland dat herseninstituut gekomen, mede daardoor. En zij hadden ook het plan opgevat om een menselijke atlas te maken. Nou, dat plan werd met name opgepakt door Winkler samen met zijn vriend Monakoff in Zürich. En zij besloten gezamenlijk om in ieder geval te beginnen met de hersenstam. Een deel van de hersenstam zou door Winkler gedaan worden met Potter en een deel door Monakoff met zijn assistent, de Japanner Fuse. Maar eigenlijk liep het uit op een mislukking. In Zwitserland hadden ze die Coopers eigenlijk in 1916 al klaar, maar het zag er totaal anders uit, links hier, dan de atlas die Potter en Winkler aan het maken waren. Bovendien hadden ze alsmaar tegenslagen vanwege de oorlog. Er was geen papier, er was geen inkt, van alles was er niet. Dus het schoot maar niet op. En uiteindelijk hebben ze met heel veel moeite, is het pas rond 1930 uitgegeven. Ook financiën speelden daar een rol bij in de jaren 20. Dus dat was een mislukking. Hier kun je nog een keer op zien hoe die verdeling was tussen Zürich en Utrecht inmiddels. Het vierde project waar ze aan werkte was het handboek der neurologie. Het woord neurologie in die tijd was niet het neurologie in onze tijd. Wat wij nu doen, dat zouden zij toen neuropathologie hebben genoemd. Neurologie was kennis van het zenuwstelsel. En vooral neuroanatomie, neurofysiologie. Dus die termen die zijn verschoven, de inhoud van die termen. In ieder geval schrijft Winkler dat zij nog de eerste delen aan heeft meegewerkt. Maar op een gegeven moment is ze dan 43 jaar en geeft hij al wel aan in de correspondentie met Monakoff dat A. de Potter toch langzamer begint te werken. In de tijd dat ze op Java zat, heeft ze nog wel een aantal publicaties doen verschijnen, waarin je toch wel zeg maar haar link met Winkler terugziet, die linkshandigheid, localisatie van de afasie, is typisch iets voor Winkler. En zeg maar het onderzoek van de inheemse patiënten, dat had met die Wasserman-reactie te maken en er waren behoorlijk wat positieve. Daar in Soemberporong. Goed, zover over A. de Potter. Ik kom straks nog eventjes terug op haar als we haar gaan vergelijken met Elise Junius. Maar daar ga ik nu wat over. Elise Junius en als pionier in het glia-onderzoek. Waarom had ik haar erbij gehaald? Ik heb een jaar of 20 geleden in ons tijdschrift een keer een artikel, heel lang artikel geredigeerd over meso- en microglia. Dat was een historisch overzicht, 50 pagina's. En daar kwam ik 5 artikelen van Winkler Junius in tegen. Nou, dat is opvallend. En bovendien, in 2018 kreeg ik een e-mailtje van Ellie Hall dat zij erg geïnteresseerd is. Want waarom? In Elise Junius, omdat zij blijkt de eerste Nederlandse glia-bioloog in Utrecht te zijn geweest. Nou goed, daarom ben ik dat maar eens gaan uitzoeken. Nog eventjes iets over wat dat dan precies is. De hersenen heeft een aantal cellen, neuronen, astrocyten, dat is het steunweefsel, maar spelen ook een belangrijke rol. Dat wordt die functie van de astrocyten ook in allerlei ziekteprocessen wordt steeds belangrijker. Microglia is toen zeg maar in het begin van de 20e eeuw, eind 19e eeuw, een golf geweest van aandacht daarvoor. Daarna is er jarenlang geen aandacht voor geweest en de laatste 20 jaar zien we dat weer. En de oligodendrocyten die zeg maar de schwansen omhulling maken van de zenuwcellen, die spelen ook nog een rol. Dit zijn een aantal mensen die bijdrage hebben geleverd in de geschiedenis van het glia-onderzoek. De term glia bijvoorbeeld werd voor het eerst gebruikt door Rudolf Virchow in Berlijn.
komt van het Grieks lijm. Het is een soort lijm, is het, zo zagen ze dat toen. Een aantal mensen hebben een rol gespeeld, met name die Del Rio Ortega was een belangrijke figuur bij het microglia-onderzoek. Goed, wie was Elise Junius en wat waren haar bijdragen? Eerst de biografie. Ze was dus een jaar of 5 jonger dan Ada Potter, geboren in Haarlem. Haar grootvader was arts in Leiden. Haar ouders stierven al toen ze nog relatief jong was. En ze werd verder opgevoed in Apeldoorn, waar ze naar het gymnasium ging. En op de een of andere manier is ze uiteindelijk geneeskunde gaan studeren in Amsterdam, maar is hoogstwaarschijnlijk niet verder gekomen dan het kandidaatsexamen. In die tijd werkte ze op het neuroanatomisch lab van Winkler, hè, dat is die foto die we daarnet zagen, met name aan de nervus octavus en het verloop daarvan in de hersenstam. Heeft ze labyrinthectomieën gedaan bij duiven. Toen Winklers eerste vrouw stierf, ja, toen was er eigenlijk een probleem. Want hij zat met 4 eigen kinderen. Inmiddels had hij ook nog 3 kinderen van zijn schoonzus en zwager gekregen. En hij had nog 2 kindermeisjes. Even kijken of het lukt om hier te komen. Dat rode knopje. Hè? Ja. Zij trouwde. Als je even een knip ik er dan later wel uit, dit stukje. Ja. Dus moet je even zo meteen opnieuw beginnen. Kan ik gewoon dit gebruiken? Nee. Oh. Dat kom je in de uitzending. We knippen dit weg, hoor. Wees gerust. Ik gebruik altijd wat hyperlinks. Kijk, dan kan je aan. Oh ja, heel goed. Dankjewel. Even wachten tot bij het beeld bent. Ja. En dan gewoon weer opnieuw beginnen. Ja. Ja. Ja, dus de eerste vrouw overleden in 1903. En in 1906 trad Winkler in het huwelijk met Elise, die toen 24 was. Even kijken of het... Of de hyperlink. Ik geloof niet dat... Dat moet je met de muis doen. Dat kan wel met de muis. Ja, dat gaat toch wel met de muis, denk ik. Ja, zo. Nee, nou goed, dat laat ik dan later nog een keer zien. Dat is wel jammer. Een stukje, hij schrijft in zijn herinneringen, schrijft hij van dat hij daar dus met in zo'n groot huis zat met zoveel kinderen en 2 kinderjuffrouwen. En dat hij zich goed realiseerde wat een opgave dat moest zijn voor zo'n jonge vrouw om dat over te nemen. Want zijn oudste dochter was maar 7 jaar jonger dan Elise. Zijn ook levenslang vriendinnen gebleven. Christina, dochter uit het eerste huwelijk, die stierf al, in die tijd hadden we dat natuurlijk nog, die stierf al jong. Ze kregen in 1907 kregen ze samen een eerste kind, Kees. In 1908 hun tweede zoon, Klaas Christian, die uiteindelijk bacterioloog is geworden in Utrecht. Maar in die nacht dat hij geboren werd, kreeg Kees meningitis en toen heeft Cornelis zelf de lumbaalpunctie moeten doen. En dat is ook nooit meer goed gekomen met deze zoon. En dat lees je ook weer in de correspondentie met Monacov. Want Monacov die komt ook regelmatig naar Amsterdam. En dan vraagt hij aan Monacov van als je hier komt, probeer dan de prognose een beetje positief voor te stellen aan mijn vrouw. Want ze zit er erg mee met dat kind. En in 1913... heeft zij ook echt, is er een zware inzinking geweest waarin ze eerst haar kind, en Kees, en vervolgens haarzelf had willen doodschieten, lees je in de correspondentie. Dus ze heeft het behoorlijk moeilijk gehad, Elise. Uiteindelijk probeert ze dan toch passend onderwijs voor hem te organiseren. Ze krijgen nog 2 dochters, Betsy en Sietske. In de Eerste Wereldoorlog 1914, ja, we hebben het nu wel eens over vluchtelingen, maar toen stonden er 1 miljoen vluchtelingen aan de Zuidgrens. Een deel daarvan werd in Amsterdam opgenomen, dus zij kregen dagelijks 14 hongerende kinderen nog eens met eten erbij naast al die andere kinderen. Dat waren er ook 8, dus het was een drukhuid gezin, maar heeft zich kennelijk overeind wezen te houden.
Ze deed veel aan liefdadigheidswerk. Erg muzikaal, kennelijk, dat gezin. In 1915 gingen ze dus, net zoals Ada Potter, ging zij ook mee terug naar Utrecht. Een neuropsychiatrische kliniek daar. Ze klaagde steen en been, hoor ik, van haar kleindochter. Er werd veel muziek gemaakt. Die Betsy heeft zelfs nog vioolles gehad van Louis Zimmerman. Wat ik zo gelezen heb, was dat een beroemde concertviolist. En later heeft zij ook nog een tijd bij Pierre-Marie, dat was een collega uit Parijs. Heeft zij, toen hij in Zuid-Frankrijk zat, heeft zij daar een tijd gewoond om haar Franse les, zeg maar, een beetje op haar Franse kennis een beetje op peil te brengen. Hier zien we het gezin. Nou, je kunt je wel voorstellen, de ouderen, dat zijn de kinderen uit het eerste huwelijk. De jongeren, de kinderen uit het tweede huwelijk. Hier zien we Cornelis. En hier zien we Elise. En dit zijn een aantal van zijn dochters uit het ouderlijk. En dit zijn de jongere kinderen, zal ik maar zeggen. Dus dat was me wel een groot huisgezin. Hier zien we dat nog een keertje in de stamboom. Eerste en tweede huwelijk. Cornelis, ik heb ergens gelezen wanneer, maar die heeft nog wel een aantal jaren geleefd. Dit is dus de zoon Klaas Christiaan. En zijn dochter is huisarts in Gouda. Die zal ik zo dadelijk nog even bedanken, maar van haar heb ik de foto's ontvangen. Op een gegeven moment krijgt ze een eigen werkkamer, want ze wil na de vierde kind wil ze toch weer gaan werken. In 1917 volgt de eerste publicatie. In 1921 lezen we dan ook nog dat er nog weer een kind uit het eerste huwelijk overlijdt. Dat kun je in de correspondentie lezen en wat je dan... Het wordt niet zo beschreven, maar dat moet een ovariumcarcinoom geweest. Nou, als je vrouw overlijdt en je dochter op deze leeftijd, dan weet je, tegenwoordig weten we dan op welk gen de afwijking zit. Want het is een bekende genetische aandoening. Dit was hun buitenhuis in Hoogsoeren, waar veel van de correspondentie ook geschreven wordt. En hier zien we de winkeler op gevorderde leeftijd. En Elise, eigenlijk op veel van die foto's zie je haar met een sigaret staan. Hier zie je nog wat foto's dat ze aan het wandelen zijn, of in de buurt van Hoogsoeren, of daar rechts in de Alpen. Winkler ging ook regelmatig naar Zürich, of dan combineerde hij vakantie met een bezoek aan Monikov. Monikov overleed in 1930, 30 of 31. En van de kleinkinderen hoor je dan dat ze altijd wel bezig was met die kleinkinderen naast haar werk. Russisch leerde zichzelf aan. Ze nam kleinkinderen mee naar Rome, op Rome-reis. Daar zie je er weer zitten met een peuk. Ik geloof dat ze Tsjechisch rolde. Maar ze bleef ook doorwerken, nog lang. Haar laatste publicatie is geloof ik uit 1948. En ze overleed uiteindelijk, ja, ze is toch nog in de 80 geworden. Tijdens vakantie in Braunwald is ze overleden na een paar beroertes. Als je haar karakter hoort van de familie, dan zijn dit de uitspraken die we haar hoort. Het is toch heel wat anders eigenlijk dan Ada Potter. Hè? 5 jaar leeftijdsverschil. We hebben 20 artikelen van haar gevonden. 11 over de microglia en 3 oncologisch daarvan. Nog eens 3 daarnaast ook oncologisch infecties. Maar allemaal heel veel over microglia. 1 boek heeft ze geschreven samen met Frits Demuth. In die hyperlink schrijf ik dat Frits Demuth was een kinderarts in Berlijn. Die deed heel veel onderzoek naar weefselculturen, is gevlucht. Is een tijdje heeft hij nog in Sachsenhausen gezeten, is uiteindelijk toch naar Nederland gekomen. Heeft in Utrecht gezeten, weer met Rockefeller geld. Maar heeft niet kunnen vluchten op tijd. En is uiteindelijk overleden in een van de kampen in 1943. Zijn vrouw en zijn zoon hebben het wel overleefd. Maar hij was een belangrijk onderzoeker op het gebied dus van die weefselculturen. En daar heeft Elise ook aan meegewerkt. En samen hebben ze dat boek uitgegeven. Ze gaf ook wel eens voordrachten voor de Vereniging van Psychiatrie en Neurologie. Zoals hier, ik geloof dat dit 1919 was. Weer over die lymfwegen der hersenen. Dus over weer microglia en lymfwegen. Ja, dat is op dit ogenblik is dat weer heel hot. In de neurologie, want we hebben het niet over het lymfatisch systeem, maar over het glymfatisch systeem. En dat wordt met allerlei ziekten op het ogenblik in verband gebracht. En dat slaap daarbij belangrijk is, omdat overdag zwellen je hersenen en 's nachts
krimpen ze weer omdat er weer afvoer plaatsvindt via die lymfwegen. En daar heeft zij zich dus eigenlijk ook al mee bezig gehouden. Je hoeft dat niet te kunnen lezen, maar die kleurtjes geven aan in het geel de glia-artikelen, in het blauw de oncologie en in het paars over infectieziekten en groen een paar over de seniele plaques. Maar ze was eigenlijk altijd wel microscopisch bezig en vooral over glia. Waar die interesse over het neuroglia vandaan komt, dat weet ik niet. Ik heb het niet kunnen vinden, ook niet. Winkler heeft in ieder geval, ik kan het nergens in zijn verzamelde werk, in zijn Opera Omnia, terugvinden. Ze schreef haar eerste artikel in 1917 dus erover, waarbij ze keek naar, je zag dus onder de microscoop bij tumoren, en met name bij metastase zie je veel van die microgliacellen zitten. Microgliacellen zijn tientallen jaren zelfs ontkend door allerlei wetenschappers. Hè. Dus het was wel een hot item. En, maar kennelijk gaven tumoren aanleiding tot veel microglia-reactie. Ze heeft het ook gehad over de Virgo-Robin-ruimte. Nou, die spelen inderdaad, dat zijn de perivasculaire ruimte waar die microglia een rol speelt. En wat gebeurt er? Microglia beschermt eigenlijk de hersenen. Want zodra er een infectie of zoiets is, dan gaat die microglia groeit uit tot fagocyt. En dan gaan ze fagocyteren. En dat wist zij toen al. Je vindt dat hier terug in die andere artikelen. Ja, dus microglia verdedigen het weefsel tegen bijvoorbeeld spirogeten, fagocytose. En hier een paar plaatjes uit dat boek met Demuth. Hele mooie plaatjes over weefselculturen. Ja, dus Junius en Potter, links en rechts. Ik heb ze eventjes tegenover elkaar gezet. Geen 5, maar 4 jaar verschil dus in leeftijd. Ada die is gepromoveerd. Junius waarschijnlijk alleen maar kandidaatsexamen en toen is ze gehuwd. Ja, dat verschil in die namen. Hè. Dus Ada Potter en al die publicaties staat ze eigenlijk als tweede auteur. Ik heb wel eens een studie gemaakt van Gabrielle Levy van het Roussy-Levy-syndroom, waarvan niemand weet dat Levy een vrouw was in dat eponiem. Dat is een soort polyneuropathie. Maar zij was een assistent van Pierre-Marie in Parijs. Ze heeft heel veel gepubliceerd. Maar daar zie je precies hetzelfde gebeuren. Zij was eigenlijk altijd tweede auteur. Terwijl zij, kun je zien, zij deed gewoon het meeste werk. En ik heb daar in dat artikel een aantal opties gegeven waarom dat zo was. Maar kennelijk was dat... Ook Gabrielle Levy is nooit gehuwd. Zij kreeg wel een aanzoek van een oogarts. Dat heb ik via die familie in Frankrijk gevonden. Maar ze wilde haar carrière voortzetten. Uiteindelijk is ze gestorven aan een ziekte waarin ze zelf werkte in 1934. En recent heb ik gevonden dat dat niet iets van encefalitis lethargica was, waar ze veel aan gewerkt had. Want er ging haar proefschrift over. Maar hoe heet die Engelse neuroloog die bij haar op bezoek was, zag dat ze MS had. Ze is in 1934 aan MS overleden. Maar goed, Ada Potter en Junius. Dus Ada Potter stopt dan toch al op vroege leeftijd, terwijl Junius nog heel lang doorgaat met publiceren. Nog eens een keer die karaktereigenschappen. Hè. Zij had dus haar artikelen van Junius, stond zij of alleen als auteur, of als eerste auteur, maar zelden als tweede auteur. Terwijl ik denk dat dat te maken heeft, 1 met die karakters, maar 2 ook wel denk ik met de functie van Junius als vrouw. Van Winkler, denk ik. Maar misschien nog meer het karakter. Terug nog eventjes naar dat debat uit 1898. Hoe heet de gynaecoloog, waar ik het zojuist over had, die kwamen allemaal allebei werden ze hoogleraar. De een uit Leiden, de ander uit Utrecht in Amsterdam in 1895 of 96. En dan komt er in de Groene Amsterdammer een tekening waarin de Amsterdamse maagd zeg maar 2 hoogleraren plukt uit het rosarium. Het rosarium Utrecht en het rosarium Leiden. Hier wordt Winkler geplukt en daar wordt, Hector Treub geplukt. Hier nog een keer dat boekje. En daarin lees je dat Treub eigenlijk een... enorme sympathisant was van de vrouwenbeweging, zoals velen in die tijd. Het
Terwijl Winkler, ja, over die uitspraak van de vrouw, dat hij niet dokter kon worden. Treub vond dat vrouwen schandelijk werden achtergesteld bij mannen. Nou, Winkler had er andere ideeën over. Gelijk recht van studie. Bij Winkler dacht daar heel anders over. En ik denk dat Winkler, dus deze twee vrouwen stonden echt wel in de schaduw van Winkler. Maar door hun karakter en door hun functie denk ik dat de één Potter dat wat meer stond dan, Elise Junius. Ja, plus dat die psychologische crisis, zeg maar, in de jaren 10 met die zelfmoordneiging, zal ik maar zeggen. Dat zal ook nog wel een rol hebben gespeeld. En ook dat zij weer is gaan werken in het laboratorium. Gewoontes in die tijd speelden natuurlijk een rol. Ja, als je kijkt ook naar Winkler had 4 dochters. Waarvan 2 dan relatief vroeg overleden zijn. Maar geen van hen is geleeskunde gaan studeren. Wel in de muziek zijn die bezig geweest. Uit het tweede huwelijk zijn die 2 dochters. De een is muzikus geworden, de andere is kunsthistoricus geworden. Maar geen geneeskunde. Ja, en over het werk hebben we het eigenlijk ook gehad. Goed, dat was eigenlijk wat ik u wilde vertellen. Tot slot nog dank aan Aster Visser, de gynaecoloog en achterkleindochter van de zus van Ada Potter. Eda Potter moet ik zeggen. Marleen Winkler, huisarts in Gouda, is kleindochter uit het tweede huwelijk van Cornelis. En Ellie Hol, hoogleraar gliobiologie in Utrecht. Ik dank voor uw aandacht.